En je zou het niet verwachten, maar wij zitten vandaag in Plopsa de Pannen. Kjell, hoe blij ben je dat we er eindelijk zijn? Jee. Oh, dat is heel enthousiast. Nee, je... ja, we zijn te laat, hè? Jij bent eigenlijk een beetje boos op ons, hè? Twee maanden te laat, ja. Eigenlijk heel slecht. Ja. Maar ik moet je zeggen, wij zijn positief verrast. Raymond is er ook bij. Hoi. Hallo. Wij zijn positief. Leg even uit, waarom zijn wij positief verrast als wij hier binnenkomen? Nou, ik vind de thematisatie er hier top uitzien. Ja. Laten we even zien dan. Ja. Oh ja, dan ga ik even. Nou, nee, ik wil het eroverheen gooien. Ik gooi dat eroverheen zo meteen, mensen. Ja. We gaan meer aan de montage doen. Oh. Hoe lang is het geleden voor jou dat jij hier in Plopsa de Pannen bent geweest? Ja, 20 jaar of zo, denk ik. Zo? Ja. Dat is inderdaad lang geleden. Voor mij was het de opening van Heidi the Ride. Wanneer was dat? Was dat 2016? Oh, 2016. Nou, dan denk ik dat ik tussen 2016 en 2017 hier geweest ben. Denk ik. Wat zei je? 2019 is Dino's Splash geweest. Dino's Splash. Daar ben ik ook geweest. Oh. Dino's Splash, dat is dat ben ik. Maar Heidi was toch later? Nee. Is Heidi dan? Nou, mensen, je hoort het, ik heb er heel veel verstand van. Dat is heel slecht. Maar Kjell gaat ons er doorheen helpen vandaag, mensen. Allemaal fantastische informatie. Dus geniet van deze. We gaan naar onze reisleider. Ja. Top. Met we gaan wat eten dan. Met de lange ei, toch? Ja. We zijn nu mensen in Mayaland en zo ziet elk indoor Plopsa park er ongeveer een beetje uit. Die Koevoorde en Hasselt en noem het maar op. Het zijn allemaal kinderattracties, maar wel maximum gethematiseerd, mensen. Dat is niet te geloven hier. Mensen, welkom bij de pretpark E-test. Ik hoor net dat het er goed uitziet. Wat hebben wij, Raymond? We zitten in ieder geval bij de Panos. Panos. Panos aan de playa. Broodje kip barbecue. Dat is kip. Dat is een mooie stuk. Oh, dat is kip, ja. Met ei, sla en barbecue saus. En ook tomaat. Met tomaat. Ja, die heb ik dus. Ja, ik heb de volledige versie, mensen. Kijk, de ziet er is fantastisch uit. Kijk eens. Met, dan moet je bek goed voor open doen, zou ik maar zeggen. Met sla en met Jun. Ui, hè? Ui. Nee. Zit er ook op? Jij niet? Echt niet? Ja, er zit ui op. Serieus, waar? Ja. Waar? Weet ik niet. Daar zit het er niet op. Oh nee, ik dacht dat het erop zat. Gelukkig. En ben ik alleen. En tomaten zo. Als Raymond nou even een hapje neemt, hoef ik het zo al niet te doen. Op beeld. Ik ga jullie camera. Ik doe het wel. Oh, dan moet ik het doen. Ja, zeker. Jij bent de Patrick Haan. Hoi. In het geval dat je het niet wist, ik ben de Patrick Haan, mensen. De saus is goed, mensen. Mijn saus ook goed. Ik heb er geen stapjes genomen, alleen broodje. Ik heb wel het stukje. Nou, dan gaan we voor de tweede shot. Hallo. Maar wel een beetje saus. Hallo mensen. We gaan voor het tweede hapje. Oh, het tweede hapje. Ja? Ja. In de camera kijken. 4 van de 5 snelheid. Niet naar mij in de camera. Dat denk ik. Ja, dus. Lekker, nee, goed. Echt ja? Goed, ja. Mensen, als je in Plopsa de Pannen bent, neem training. Oké. Het is lekker. Ja. Nu mag jij testen. Nee, ik hoef niet te testen. Ja, ik moet. Loopt hij nog? Ja, hij loopt. Door die zon is al 5 minuten. Ja. Kijk. Het is ook een broodje. Normaal doen we ook altijd zeggen wat het kost. Maar dat kunnen we nou om speciale redenen niet doen. Nee. Hoeveel? Normaal? Geen geld, mensen. Geen geld. Als je het hebt. Nou, voor zo'n broodje kijk eens goed beleggen. Ja, nee, zeker. Je moet je mond ver open doen, mensen, kan ik je vertellen. Anders krijg je me neergeschoven. Ja, hoor. Ik hoor net dat het een ja is, mensen. Nou, daar houden we maar bij. Kijk eens. Kijk eens genieten. Ja. Oké, nou, ik ga ook verder genieten, mensen. Ziet het toch? Het is fantastisch. Het heeft Gertje goed verzonnen. Of zou hij dat niet verzonnen hebben?
Die heeft hier op een zaterdag gezeten samen met Samson. Dat is van de panels. Oh. Dat is niet van Jechtje zelf. Is dat een extern bedrijf? Ja. Zitten die ook ergens langs de snelweg of zo? Ja. Die zitten in het centrum. Die zitten overal in het centrum. Oh, heerlijk mensen. Overal bijna. Ik hoorde net van onze reisleider mensen die wij vandaag gewoon geboekt hebben. Het, ja, we zijn gewoon VIP, hè? VIP zijn we vandaag. Dat wij naar Heidi gaan, hè? Heidi. Ja, ja, je vraagt het aan mij, maar ik ben niet de reisleider. Oh nee, dat is waar, ja. Ja, nee, dat klopt. Maar ik had gehoopt dat jij het nog wist, weet je. Ja, ik wist het ook. Oké. Nou, ja, die bedoelde ik. Die wilde ik ook nog zo meteen doen, mensen. De Super Splash, of wat is het? Big Splash? Super Splash. Nou, een stukje broodje naar buiten. Ja, kwalitatief stuk kip. Kip zit nou in een mondkapje. Mensen, oh, dat kan wel eens hebben. Maar de Heidi the Ride, dat is de houten achtbaan, mensen. Ja. Dus Roman houdt die aansteek maar in je zak. Straks is heel dat spoeletje weg. Zoef, voor één keer. Nee, dat willen natuurlijk niet, mensen. Is er bij dezelfde bouwen gebouwd als Troy, hè? En, hoe heet dat ding ook weer? Joris en de Draak. GCI. Wie is dat? GCI, toch? GCI. GCI. Ja. GCI. Jongens, Engels. Jij moet niks zeggen. Het is hier een magazine in plek van een magazine. Je moet helemaal niks zeggen over Engelse uitspraken. Jongen. Dus, waar was het mee gebouwd dan? Great Coasters International. Oh, juist. Ja, ik heb echt, wat dat betreft, koop. Zo, mensen. Daar gaat dingen even bovenop langs. Ja, dat ga ik jullie nog niet laten zien, want we willen geen scoops vertellen. Maar het ziet er wel goed uit allemaal. Dus ik word er wel vrolijk van. Ja, je ziet het niet, want het precies een mondkapje bedekt mijn smile, maar ik word er wel vrolijk van. Zal ik maar zeggen. Dat is een goed. Dat is een nachtbank. Het is, mensen, het is druk in het park. Dat kan ik je nog wel vertellen. En je kent ons, tenminste mij sowieso. Ik vind dat vreselijk. Oh, ja? Oh, je kent mij? Ja. Oké. Okay. Vind je dat ook vreselijk of niet, Raymond? Ja, ik niet zo. Nee, ik ook niet. Maar het park is tot 10:30 open. Ja, en waarom is dat eigenlijk? Nocturnus. Ja, wat is dat? Nocturnus gewoon avond open. Oh, zeg dan gewoon dat is avond open. Dat is een uniek. Heeft hij het in de podcast over gehad, mensen? Heel interessant natuurlijk over hoe heet dat ding? Right to Happiness. Hebben we toen de podcast gemaakt. Toen heeft hij dat helemaal uitgelegd. Wist je dat niet meer? Nee. Zo, ja, je had echt al wat biertjes op, merk ik. Er is geen vuurwerk vanavond, hè? Want ik dacht er is vuurwerk. Nee. Oké. Okay. Alleen maar avond van abonnees. Dat is week. Tom, al die cakes van ons meegenomen. Goed, wij gaan dus naar Heidi. Nou mensen, we zijn net in Heidi the Ride geweest. Raymond, ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Dat is trouwens de houten achtbaan mensen hier die achter me zien. Ja, ik vond het wel een leuk baantje, maar kort. En ik hoorde onlangs een andere Redpark YouTuber zeggen dat deze beter is dan Troy en Joris en de Draak. Maar ik weet niet hoe je daarbij komt. Ja, maar beter als zeker dan vast. Beter als Joris en de Draak al. Ja, en Troy zei het toch ook? Ja, maar Troy, dat vind ik niet. Troy zeker niet. Nee. Troy is wat dat betreft de beste, vind ik. Qua die graag een oud afval. Als je die Ja, vind die beter ook dan denkt? Of jij rekent die niet als volledig? Nee, reken ik niet als complete auto. Nee, dat vind ik meteen beter. Maar dat wisten de kijkers al lang, Raymond. Ja, dat is ook zo. Wij zijn onze reisleider. Ja, wij zijn onze reisleider. Kjell, ik moet nog even zeggen dat ik vind dat er wel wat sneller gewerkt mag worden. Het is echt tempo, neusgaten. Uit de peuzelen. Nou, ik heb iets niet te doen. Nee, maar ik mag het wel toch zeggen tegen jou. We zijn binnen in het station, kijk eens. Het is net een fabriekshal hier, mensen. Nee, wacht even, ik draai even aan de kraan. Wat vind je ervan? Ik vind het wel mooi. Ja, ik ook. Ben ik helemaal mee eens. Kijk eens mensen, het is echt tot in de details afgewerkt. Prachtig, allemaal kunststof. Als we mensen aan, moet je dat ook even gaan. Ja. Rook! Ja? Oh, heerlijk!
Waarom hebben ze dat nu nog niet aangesloten? Weet ik veel, het is nog niet alleen. Want ik ben er nu, dus roken moet aanwezig zijn natuurlijk altijd, Kel. Nou, wat heb jij trouwens? Wat heb jij nou toch weer? Ik heb een milkshake KitKat. Oh, en is goed. Ja, wel lekker. Oké. Okay. Ai. Oh. Zo. Zo. Oeh. Zo. Zo wel. Holy shit. Oeh. Zo. Hier in Plopsa de Pan. Nou, en aan de onderbeelden kan je wel een beetje horen hoe we, ja, hoe we gestemd waren. Ja. Verrast. Maar ja, ik wilde wel gelijk even bij zeggen, deze mening kan nog bijgesteld worden. Want? Omdat het nu de eerste keer is, je bent wauw, ja, en we gaan hem hopelijk vanavond nog een keer doen. En dan een... zou je hem nog ietsjes kunnen bijstellen. Ja, we hebben hem nu op aanraden van Kjell vooraan gedaan. Ja. Vanavond proberen we hem nog een keer, of in ieder geval sowieso één keer te doen. En dan doen we hem in ieder geval hopelijk een keer achteraan. Ja. Ja, wij hebben natuurlijk een podcast gemaakt een tijdje geleden met Kjell, want die had hem toen al gedaan. Die had toen een beetje uitgelegd hoe het was. Wij hadden toen onze gedachten er ook over gegeven. Bepaalde gedachten van mij komen uit. Zoals? Ik zei van, als jij hetzelfde hebt als de Air One Max op de Franse kermis, dat je het kruis mee hebt en de slag van je gondel mee hebt, dat je dan extreme krachten voelt. Ik heb die krachten gevoeld in deze baan. Dat je een airtime heuvel mee hebt, de bocht mee hebt en dan ook nog eens een keer de zwaaide gondel mee hebt. Ja, ja, ja. Wauw, dat is extreem. Ja, ja. Het is een wow-bound, twee keer een lounge, vind ik heel gaaf. Ja, ik vind het sowieso, het is een heel desoriënterende baan, vind ik. Die wordt echt alle kanten wel opgeslingerd, zeg maar. Ja. Hij is best, ja, hij is wel krachtig. Ja, ik vind hem heel vet. Ja, het is rammen en ik hou van rammen. Ja. Het is, ja, die krachten, dat maakt hem bijzonder. Ik ga natuurlijk al wow het station uit dat jij zo die ja, looping maakt. Zeg. Ja, ja, ja. Hoe heet die eigenlijk? Jojo-rol. De jojo-rol. Je hebt er heel veel hangtiming. Ja, ja, dat is vet. En dat vind ik heel vet. Je hangt echt in die beugel en dan ga je die lounge op. Dan bouw je die spanning op, dan denk je, wat gaat mij gebeuren? En want dat gaat dan echt door je lijf. En dan, ja, is het rammen en dan met dingen mee, die spinning extreem. Gaaf. Ik zei nu, maar dat kan ik vanavond nog bijstellen, mijn favoriete achtbaan. Die ik ooit gedaan heb. Nou, ik vind in ieder geval het beste van België. Voor mij persoonlijk. Ja, dat sowieso. Dat kan er al niet meer bijstellen. Nee, dat sowieso. Ja. Alleen,
ik vind nu, zoals ik nu voel, maar dat kan nog bijgesteld worden omdat het nou echt wauw is. Misschien vanavond iets minder wauw. Mijn favoriete achtbaan, dus het betekent boven Taron ook. Wat vind je daarvan, Kjell? Wat is jouw mening daarover? Mening? Ja? Veel mensen stemmen er ook overheen. En jij? Ja, ik vind het niet als Taron. Oké. Later meer mensen. Taron is sterker loop, voor mij. Ja. Ja. Wisspinning en soundtrack, heel bijpassen. Nu wel geluk had dat de trein niet in sync was met de baan. Want die andere trein is wel in sync, dus hoop ik ook dan. We gaan het zien, mensen, vanavond. We gaan nu naar... Waar gingen we naar toe? Anubis. Oh, heerlijk. En dat... Anubis. Anubis the Ride. Dat werd er gedaan. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het een leuk baantje. Zoals jij de eerste keer. Ja. Zeer krachtige lounge. En dan die ik was die even vergeten. Ja, ik was even vergeten dat die zo heftig was. Want ik heb namelijk wel eens gedaan, maar toen dacht ik zo... Oh, godverdikke, ja. Ja. En dan die tophead op. Ja, dan... Verder ook wel een leuk rit, maar vooral die lounge is krachtig. En ik vind het gebouw zelf heel mooi. Het stationsgebouw. Van binnen ook. Alleen dat in de grote stukken is wel minder. Goed. En maar verder, wel een leuk ding. Ik vind wel... Plopsa de Pannen is een kwalitatief hoogstaand park. Ja. Als je kijkt wat er staat, en, maar ook wat er staat. Ik bedoel, Ride to Happiness, fantastische baan. ID the Ride, fantastische baan. En nu dit weer, Anubis the Ride, ook een geweldige attractie. Ja. Zei ik zaak net weer zeker? Heel mooie zaak. Ja, ik bedoel attractie. Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind wel dat het... Ik vind het ook. Het ligt er gewoon netjes bij. Ja, alles. Dus behalve dit stuk is, hier mag iemand even... Hallo, kan iemand hier even vegen? Maar voor de rest ziet het er wel netjes uit. Ook de natuur en zo. Gebouw, ik vind... Ik zal even draaien, want ik vind dat gebouw daar, je mensen. Mist nou net dat stukje. Ik mis net dat die flyer naar beneden gaat. Vind ik echt... Ik hoor net uit zeer betrouwbare bron. Oh, dan gaan we dat even meepikken, want dat zijn unieke beelden. Kijk, daar gaat hij omhoog. Dat heb ik s'nachts ook wel eens, mensen. Ja, dat hij weer terug omhoog gaat. Nee, ik vind dat een mooi gebouw. Helaas dat die parasol er weer in de weg staat. Ja, wie heeft dat even dicht? Ja, wie heeft dat er nou weer neergezet ook, hè? Doe dat nou niet als ik dat te filmen hier. Nee, ik vind het echt prachtig. Dit is Fikkieland met hier een dubbele disco, zo noemen ze dat. In Hellendoorn hebben ze bijvoorbeeld een enkele. In Movepark hebben ze ook zo eentje staan. Het ziet er mooi uit, mensen, Fikkieland. Met daarachter ook nog... Een splash battle. Dat vindt Kelvin wel leuk. Nou ja, of toch niet. Want in Walibi vond hij dat niet zo heel leuk. Kijk de vlog van Walibi. Holland. Hebben mensen even interessante informatie. Want die welver die hier achter ons staat. Achter mij staat, want de rest staat er niet bij. Die is gebouwd bij Wood Design. Nou, en waar kennen wij Wood Design van? Hè? El Mundo. Van Thomas. Thomassen. Ja, is Thomassen. Is Thomassen. Jij zei ook nog iets over een draaimolen hier, hè? Ja, die dierenbol bij Heidi is ook van Wood Design. Ook van Wood Design. Kijk, die heeft de carousel ook. De carousel, mensen. Daarachter. Mensen. Ja, maar nou niet zo veel tijd. Die is ook bij Wood Design. Die bouwen dus meer dan bij het achter. Ja, dat is zeker. Ja. Dat is zo. Maar dan zou waarschijnlijk dus die zweefmolen van... Van alle plopsaparken zijn dus daar gebouwd, maar ook, denk ik dan... Van Toverland. Van Toverland, want voor mij staat dezelfde. Dat zou wel eens kunnen. En, nou is dat ding misschien ook van broertjes? Dat denk ik niet, want die nieuwe Ballon Voyage wordt zo'n soort ding. Alleen dan hoger. Maar dat, hier zit ook zo'n kantel mee in. Ja. Inderdaad, ja, dat zou ook nog wel eens kunnen, mensen. Nou, mocht iemand het weten... Laat het even weten in de reactie, want onze technische dienst weet het weer niet. Ja, nou, het is niet eens alleen onze technische dienst. Nee, het is hier de technische dienst. Het is ook hier de technische dienst. Ja, mensen, hij weet het niet. Inside information. Inside. Die we niet krijgen. Nee, hij weigert het te geven hier aan de bekendste vlogger van heel Vlaanderen. Hier zit geen kantelmechanisme op. Jawel. Nee, de mast is gewoon. Ja, de mast is snikken. Ja, maar dat kan bij dat 1 ook wezen. Volgens mij niet. Volgens mij komt daar echt een. Dat weet jij toch niet? Hoezo niet? Ja, dit kan toch misschien betekenen. Het staat op de site. Ik hoor net op de site staan mensen. Maar misschien is dat de uitgewerkte versie. Dat daar wel een kantelmechanisme in komt. Zo, ja. Mocht iemand het weten, laat het weten mensen in de reacties hieronder. Want wij... Weet het helemaal niet. Nee, onze amateur die weet het niet. Als je denkt, waar zit je?
Wij zitten in het bos van Plop. Ja, we zitten helemaal... ja, zitten we verstopt tussen de boomstammen en zo. Ja, ja, echt een interessante dark ride is dit, mensen. Ja? Ja, het was een boom. Is de boom? Oh, ja, de boom, mensen. De beste bomen doorzaken van het hele kamerbos. We zitten ook als drie volwassen mensen zitten in het bos van Plop. Dat is leuk. Helemaal te helder. Ja, maar die kaas gaat steeds uit. Hij gaat als een nachtkaas uit elke keer. Hoppa, dan doet hij het weer. Oh, het regent het hard houden. Zijn wij blij dat wij een goede reis leiden. Ja, ik vind het een mooie dark ride. Ik was vroeger nooit zo van de dark rides, mensen. Dus in de tijd dat ik hier vroeger inging, interesseerde me geen ene fluit. En nu zie je dan toch andere schoonheid als vroeger, terwijl het allemaal nog hetzelfde eruit ziet, denk ik. We gaan naar boven, dan gaan we de Big Splash in. Hoor eens. Oh, dat is lekker, dan sta ik hier met mijn camera. Bij de splash. Ja, stop hem even weg dan. Waar is de camera? Daar. Ja, het is verdomme koud hier, zou ik maar zeggen. Dat zei ik net ook al, want er ligt hier sneeuw ineens, mensen. Het is niet te geloven. Kijk eens, er is in het schaatsen dan. Ja, da-da-pa-pa-da. Kun je hem altijd in mijn paddenstoeltje vinden? Oh nee, het was een ander stukje van de tekst, mensen. Het is echt geweldig. Ik leg nou die camera weg, mensen, want het... zo. Oh, tsunami. Oh. Ja, mensen, ik vind het toch mooi, hoor. Als je zo'n dark ride bouwt, gericht op alle leeftijden en iedereen vindt dat leuk. Ik vind dat mooi. We hebben overigens net, mensen, hebben wij gegeten bij, hoe heet dat ook alweer? Fred Coquette, ja, mensen. Ik heb wel bekend uit de... Ja, vertel verder. Kan bekend uit Samson van Gert natuurlijk, en mensen. Fred Coquette. En heb jij een review toevallig, Raymond? We staan hier, hè? Ja, wacht even. Ik wil even mijn mening geven. Ja, ja, doe eventjes. Wat heb je besteld? Laten we eerst even over beginnen. Nou, laten we als eerste even beginnen dat het niet de eerste keuze was. We wilden namelijk in het restaurant van het hotel. Ja, het restaurant van het hotel eten. Dat leek er beter uit te zien dan dit, maar dat was helaas vol. Dus gingen we daar eten. Ja. En ik had genomen friet met een kroket en een Bikkie Burger. Wat een ellende, zeg. Verschrikkelijk. Godverdomme, vers te veel saus op die burger. Het broodje was niet lekker. Dit stukje vlees had 3 jaar in de frituur gelegen. Het was steeds langer, mensen. Net als 4 uur. De friet die was ook vettig eigenlijk. Dat was gewoon oud vet of zo. En alles was vuil. En de stoelen zijn allemaal kapot buiten. Terug naar de studio. We hebben net, mensen, de super splash gedaan. He, dat was een hele flinke splash. Ja. Toch, Kjell? Ja, een beetje nat. Ja, je was nat, ja. Zij komt veel meer aan. Nee. Nou ja, of je moet echt graag nat willen wezen, dames. Het was de splash en daarna uitvaren. Ja, we hoefden niet te wachten en dan is het wel leuk. Maar je moet hier niet langer dan 10 minuten of zo voor willen wachten. Nee. Want het zo bijzonder is. Nee. We gaan nu eventjes langs de Roxy Fly lopen, zodat we het allemaal bezichtigen. Ja. Net alsof je in een museum loopt, wilt je dat bezichtigen. En dan daarna gaan wij in de Dino Splash. Wat is dat dan, Mikkel? Leg eens even uit wat dat is. Dat is een logvloem van MAC.
Juist. Twee afdalingen heb ik me laten vertellen door onze gids. En niet achteruit, hè? Niet achteruit. Nee. Dat was toen de tijd nog niet, denk ik. Dus je zit er net voor misschien nog. Denk het wel. Ja. Zeer interessant. Dat is de Blastmachine, want dat is wel de enige met een lift in. Dat is wel interessant. Dat is leuk, ja. Zit daar een lift in? Wat ook nog interessante informatie is. Oh, en die dingen? Ja. Wat ook nog een interessante informatie is, dat is dat hier staat een schommelboot. Ja. Een husschommelboot, neem ik aan. Ja. En wat is daar interessant aan? Ja, hij is nog half transportabel. Die trailers staan nog gewoon onder die boot, midden in het water. Ja. Of nou ja, op het water. Hij staat er niet volledig in, maar dat is apart. Ja. Dat valt Raymond allemaal op. Dus mensen, mocht je nog een schommelboot willen hebben, reizen. Ja. Je kan hem hier zo weghalen. Even losse trekker en koppel hem aan. Ja. Inderdaad, je kan er zo mee reizen. Hij staat alleen in het water, de steunpomp. Maar goed, dat is maar een kleine geitje, joh. Dat kan je wel eens hebben. Ik vind dit echt een mooi dingetje, mensen. Dan hebben ze hier een teacups bij, en hier binnen kan je eten of zo. Maar ik vind het echt prachtig. Dit is echt, maar ook deze straat zo, met die bloemenperkjes hier. Allemaal neppe bloemen, mensen. Oh nee, dat denk ik niet. Ziet er echt geweldig uit. Dit zijn geen neppe bloemen, hoor. Nee, dit zijn echte bloemen. Ik zei het ook maar voor de grap, mensen. Oh, kijk. En zullen we anders hier wat gaan eten? Misschien is hier eten. Ja, kunnen we hier eten? Hebben ze hier ook... Dit heb ik gezien in de video van Chris en Pieter. Ja, je zit een beetje reclame te maken van iemand anders' kanaal. Nou, dat mag toch... als wij nou reclame maken voor een ander... Dan doen ze misschien ook voor jou. Ja, of niet? Ja, of niet. Hier heb je mensen de hoge zweef. Zo staat er in Plopsa Co ook. Gebouwd bij Funtime, mensen. Het is echt gewoon een Funtime Tour. Dat is niet te geloven. Jij maakt een filmpje van. Het zag er wel goed uit. Ik ben heerlijk. Het zag er goed uit, ja, mensen. Dat is allemaal, ja. Hij wilde van alles erop leggen, Pets. Ik snap niet, goed, je kan maar wat hebben, hè. Kan beter de drietjes van K3 hebben als de twee van Samson Magert. Ik kan allemaal met die kamer. Eerder vanmiddag zei ik, zit nou niet alles te verpesten. Zei Kjell van der Veer van de nieuwe thematisering van deze lokvloem. Toen zei ik van ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel mooi. Maar als ik dan nu hier sta, mensen, en ik kijk dan zo daar naartoe. Dan denk ik, het ziet er wel echt gruwelijk vet uit. Het is misschien niet zo'n heel kindvriendelijk thema, maar het is wel heel gaaf. Ja, maar kinderen houden van dino's. Ja, oh, ik hoor net dat kinderen van dino's houden. Maar ik bedoel, het ziet er wel... Crew out, uit. Met die lava zo en zeg maar. Ja. En die rook. En ja, het donkere thema. Ja. Dat bedoelde ik. Ja, ik vind het interactie met de coaster ook. Interactie met de coaster. Oh ja, natuurlijk, want er is ook een draak. Hier gaat altijd een draak over in mensen, over die power coaster. Zie je daar weer te lachen? Ik heb toch interessante informatie. Ik vind het mooi, mensen. We gaan instappen. Nou, daar zitten we, mensen. Oeh, in de lokvloem. Ja, wat een vaart. Hij gaat lekker snel. Het is gewoon een... Het is zo voorbij. Rafael van de vaart. Mensen. Zoveel vaart. Goed erin. Ja, we gaan nu naar boven. Kijk, we gaan hier naar boven. Ja. En dan gaan we zo de rook in. Nou ja, waterdamp heb ik hem laten vertellen, mensen, door de technische dienst. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ik vind het ook gaaf. Ik doe ook de camera uit, want het is finest voor de camera. Nou, bam, 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 mensen. Oh nee. We moesten... Oh ja, we zijn net nog een keer in de Anubis The Ride geweest. Ja. En lekker opgewarmd. Ja, het was eigenlijk vlotjes. Heel soepeltjes. Ja, en de operations gingen ook vlotjes. Ja, dat zo in. Ja, want nou, wij zeiden eerder in deze vlog zijn we van een beetje traag, maar... Ja, maar nou was het een stuk beter. Ja, ja. Lekker rustig inmiddels, want het heeft geregend en er zijn heel veel mensen naar huis gegaan. Ja, het is donker geworden inmiddels, dat zie je natuurlijk ook heel wel. Heel mooie verlichting. Heel mooi, ja. Kijk, even... Ik vind dat kasteel vind ik wel zo prachtig, mensen. Kijk eens. En er komt... Het is weer... Hij komt boven. Het is weer net. Gertje heeft dat allemaal zo uitgekiend, hè. Dat allemaal weer precies bij ons op beeld is.
Die zit thuis. Die denkt, potverdikke, maar dat ding moet nu omhoog. En daar gaat hij. Kijk, dat is fantastisch. Kjell, gaan wij erin. Dus het ziet er echt fantastisch uit. Nee, Kjell die had nog een voorstel, een keuze eigenlijk. De rollerskate. Of een draak ook. Of de draak. Ja, dan die rollerskate maar denk ik. Ja, als snap. Die draak is dat power ding. Ja, ik vind allebei niks. Maar goed, dat ben ja, ik zo. Oh ja, met dat kasteeltje dan. Ja, dat kasteeltje. Ja, ja, ja. Wat wordt het? In de volgende shot wat want wordt. Raymond kan heel slecht kiezen, mensen. Ja, dat is leuk. Ik kies jullie maar. Wat fijn moeten we hier aan. Ja, zo. Lekker, Raymond. Dankjewel. Oh. Dat is voor in de vlog. Ja. Ja, ik vind dat goed, ja. Lekker op de muziek, hè? Dat is top. Nou, doe jij het ook eens even? Nee, dan breek ik af, joh. Oké, breek jij af? Hij breekt af. We hebben net mensen, hoeveel keer hebben we hem gedaan? Vanavond nog? 5 of 6 keer, denk ik, totaal. Totaal 6 keer, ja. Ja. We begonnen van voren, vanavond. Vanmiddag, sorry, vanmiddag. Ja. Toen waren we heel enthousiast. Ja. Toen gingen we naar achter. Toen werden we nog enthousiast, hè? Ja. Ja. En we hadden net nog een ritje, dat hebben we een paar keer gedaan. We hadden net nog een ritje. Eén na laatste. Ja. 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 Ik denk dat je wel mag zeggen dat hij op alle plekken goed is. Ja, ja, dat sowieso. En op het laatste vind ik hem toch wel het best. Ja, de achterste, ik denk dat ook. Ja. Wat denk jij, Kjell? Wat vind jij? Ja, ik ben meer voor de front. Want? Ja, de airtime daar van boven, als je daar van voor, als je hem daar van voor mee hebt, dat punt, dat is zalig. Ja. Ja, ik denk ook of van voren of van achter. Ja. Kan niet heel goed de keuze maken, maar ik vind van achter dat trekken vind ik wel gaaf, hoor. Ja, 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 ja. Het is ja, ook ja, te ja, zien, ja, soms is het echt een beter rit als de andere, het is te zien hoe die rond draait, ja, ja, maar ja, het is altijd een vette achtbaan. Dus, wat ik heel gaaf vind aan deze baan, en dat zat ik me te bedenken toen ik erin zat, al een paar keer, hoor, dat de onboard muziek echt van hele hoge kwaliteit ja, is. Ja, ja. Ja, wat jij ook zei, in iedere coach zeg maar, zitten 2 subwoofers. Ja, subwoofers, ja. Dat merk je. Dat merk je, ja, ja, ja. Dat is wel vet. Ja, de baan is ja, echt gaaf. Magnifiek, echt geweldig. Ik ja, zeg wel, beste baan van de Benelux. Ja, lukt niet eens. Oké. Okay. Jij niet? Nee, ik kan niet kiezen, dus okay. Ik ga ook. Het is een hele goede baan. Nou, ik zei eerder nog van ja, het kan wel eens de nummer 1 wezen met de rol. Ik twijfel er nog steeds aan en daarom zeg ik ze allebei tegelijk. Ik kan niet goed kiezen. Ze hebben allebei voor- en tegens. Ja, kan ik niet. Ik vind dit wel echt een hele geweldige baan en ik wil hier zeker nog een keer voor terugkomen. Ja. Over het poosje, weet je wel. Dat je denkt van nou, dus toch echt. Hier kom ik wel voor naar een pretpark, weet je. Dat heb ik altijd gezegd. Ik hou van rammen en je moet de wow hebben. Nou ja, rammen niet per se, maar je moet in ieder geval de wow hebben. En dat heb je zeker in deze baan. Ja, ja zeker. Maar keer op keer op keer, want het is gewoon iedere keer anders, gewoon door die, ja, door die draaien. Een grote herhalingsfactor. Ja, ja. En zeker ook s'avonds is echt, ja, je weet niet waar je bent. Ja, en ja, maar ook het park hier s'avonds is leuk aankleed. Zeker. Ja. Mag ik ja, dat even zeggen zo, want dat vind ik echt, en nu is dit themagebied nog niet klaar, begreep ik. Ja. Maar dat kan alleen maar beter worden. Echt fantastisch. Mensen, wil je nog wat verder aan toe te voegen? Luc pak nee, dat was wel de... Ja. Goede achtbaan ook, Anubis ook restaurant top. Uitgekozen. Ja, ja, nee, Anubis ook echt, ja. Restaurant, ja, misschien het verkeerde restaurant. Ja, nou, dat weet ik. Maar de rest was een dag top. Misschien, ja. Dat is niet misschien. Nee, dat is niet misschien, maar de rest van de dag, was ja, echt top. Ja, ja. En inderdaad, Anubis en deze attractie en Heidi, ja, dat zijn hier wel voor onze leeftijdscategorie de uitspringers. Ja. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden natuurlijk. Dat hoop ik. Vind jij het leuk? Ik vond het wel leuk. Ik vond het een leuke video? Oké, okay. Dan weet je al wat te horen natuurlijk. Kjell, ik vond het leerzaam vandaag. Want ja, niet alles is op beeld gekomen, hoeft ook niet. Dat gaan jullie wel geen reet aan, maar het was voor ons heel leerzaam ja, vandaag. Ja, ja. Dank je voor het bedanken. Geen probleem. Ja. En tot de volgende video, mensen. Houden we bedankt. Vodka.